van harte welkom op de openingsconferentie Top Eind. Sinds 5 maanden ben ik voorzitter van deze fantastische organisatie. En in die 5 maanden heb ik veel geleerd en veel gezien. En er zijn ook een aantal dingen die ik met jullie graag zou willen delen. Op de eerste plaats de geweldige dynamiek die de vrijwilligers blijven geven aan dit huis. Ons vrijwilligersbestand is de laatste 5 maanden met 20% gestegen. Heel woningen en transgenders zijn die het Roze Huis een belangrijke organisatie vinden en belangrijk vinden dat wij ons inzetten in de stad en in de provincie Antwerpen. En het is een fijn gevoel om voor zo'n organisatie actief te kunnen zijn. Ten tweede, vandaag zijn een aantal mensen aanwezig die 6 jaar lang de stad hebben bestuurd. Wij als organisatie zijn blij dat we op een constructieve manier hebben kunnen samenwerken met deze mensen. Schepen de Monika de Koning, Leen Lobies, Gelechterdam, Philippe Heijden, Ludo van Kampenhout, Robert Voorhammen en Guy Lauwers willen we nog hartelijk danken voor alles wat zij voor het Roze Huis hebben gedaan. Ook Patrick Jansen, we maakten veel tijd vrij om te luisteren naar onze noden en onze vragen. En bij de provincie willen we de niet aflatende steun van de DVT's waar ik wel eens zeker niet vergeten. Bedankt allemaal. Na 14 oktober wederom op een positieve manier kunnen samenwerken met de mensen die deze fantastische stad besturen. Het derde punt. Wij hebben een geweldig bestuur. Echt mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het Roze Huis. En dat met heel veel liefde en heel veel plezier doen. De enige kanttekening daarbij is dat wel vooral mannenliefde is. Marcia en ik vertegenwoordigen de enige vrouwelijke kant van het bestuur. Dus bij deze... Oké. Dus bij deze een warme oproep aan alle mensen die zich als vrouw identificeren en graag beleidsmatig bezig willen zijn, stuur een mailtje naar de secretariaat of naar mij en dan praten we daarover. Goed. 4. Vandaag is het feest. En morgen is het feest. En dit weekend is het feest. En de afgelopen dagen hebben wij wel een aantal ongeruste reacties gehad van mensen naar aanleiding van het homofoob geweld van de afgelopen tijd. Ja, moeten we dat nu wel doen, zo openlijk vieren? Moeten we wel meewandelen in een parade? Nu, mensen die maken zich zorgen en mensen die zijn ook bang. En wij hopen als organisatie dat die mensen die nu angst hebben, toch de moed vinden om met ons mee te wandelen, om met ons mee te vieren en om hier toch aanwezig te zijn en de komende dagen zich ook in de stad te laten zien. Dit is de stad van iedereen en dat moet ook zo blijven. En van iedereen... En van iedereen is dus ook van ons en daarom lopen wij komende zaterdag mee in de parade langs de Scheldekaaien om 14 uur. En wij nodigen dan ook iedereen uit om of aan de kant te komen kijken of met ons mee te wandelen. En dan 5, ons mijn laatste punt. Laten we samen ene drinken. Op alle regenboogvlaggen die in de stad verspreid hangen, waarbij wij zeker Nico van GBA willen danken voor de lobby die dit mogelijk heeft gemaakt. En laten we ene drinken op alle feestjes die we de komende dagen gaan vieren. In de wetenschap dat er maar heel weinig plaatsen zijn helaas op deze wereld waar je zo vrij en open homo- en transgender feestjes kunt vieren. En laten we vooral ene vieren, ene drinken en het glas heffen op ons samen. Op ieder hier die ervoor zorgen dat dit een feest wordt van ons allemaal. Drink een mojito, heb het glas op een goede gezondheid en op een trotse Antwerp Pride. Dankjewel.